Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom hier in Stekster. Jullie zullen denken van, hey, het is toch geen 8 uur, we zijn al begonnen. Ja, dat klopt. Want er hangt gisteren zo'n lang druk vol programma. Dat het al zo laat was geworden. Ik dacht dat ze nog een beetje vast te schokken aan de voorkant. Iedereen is er bijna, behalve dus BMW, die is helaas niet hier, maar ja, die zou nog komen, maar we hadden zoiets als, we kunnen wel vast in de gang zijn hierboven. Maar ja, daar wil ik wel vast beginnen, want het wordt zo'n lange zin. Het is een geweldig mooie avond, dus daar wil ik gewoon mee gaan beginnen. Voordat we gaan beginnen, wil ik maar even een paar veiligheidsvoorschriften gaan doorgeven. Zoals jullie hier zien, hebben jullie links van mij, achter de zaal, rechts van mij, allemaal groene lampen, dat zijn de nooduitgangen. En hier achter het podium zit ook de nooduitgang voor als je hierboven bent. Dan hebben we nog, er mag niet gerookt worden hier in de zaal. Dat is zoals altijd, dus als je wilt roken, doe dat even buiten of in het halletje ervoor. Maar doe dat even tussen de stukken door, zodat de artiesten er geen last van hebben. Als de stukken aan de gang zijn, dan vragen we natuurlijk ook jullie aandacht en stilte vanuit de zaal. Want die artiesten hebben er allemaal hard genoeg voor gewerkt om hier een mooi stuk neer te zetten. Dus de waardering is dat er wel, ook als jullie stil zijn en willen luisteren met de stukken. Ja, en dan heb ik één ding willen gaan vertellen. Zoals jullie zien, ik zal een beetje in de kant gaan. Hebben we een geweldig mooi decor. En de titel van vandaag, Uitzending Gemist, is het onderwerp van deze pronkzitting. En dat wil zeggen, Uitzending Gemist, ja, iedereen weet wel, onze prins, die is soldaat. Die is ook een paar keer uitgezonden, dus daarom Uitzending Gemist. En hier op de achtergrond is dan de filmrol, een beetje de film van het prinsenpaar. Dan wil ik meteen een kleine korte beschrijving van het decor waar die voor gemaakt is. En dat heeft natuurlijk onze vereniging gedaan, samen met Marian Schreien, die hebben die helemaal mooi gemaakt. Inmiddels is er ook binnen onze burgemeester hartelijk welkom en Roos ook hartelijk welkom hier vanavond op de pronkzitting. Dan gaan we nu natuurlijk snel beginnen. Ja, we hebben geen kapel meer zoals jullie weten. Dus we hebben Lucien. Lucien is vandaag ook de jongstkapel. En dat is een hele makkelijke, want die drukt op play en doet de maat weer. En die zet hem uit en dan is hij ook stil. Maar het is, zijn we gisteren achtergekomen, toch een gemis. Dus als we vandaag mensen in de zaal zitten, dan doe maar inspiratie op, want het is toch een klein gemis. Zonder een jongstkapel zijn we gisteren achtergekomen. Nou, ik zou zeggen, de vereniging staat klaar voor. Lucien, wil jij de butenmaas aanzetten zodat de vereniging hier naar boven kan komen? Dan kunnen we snel beginnen met de pronkzitting. De artiesten wil ik graag weer bedanken, dat ze weer een hoop getal hier aanwezig zijn. Wens succes en zit lekker achterover en genieten. Ja, zit lekker achterover en ga genieten, dat moet jullie zeker doen. En dan wil ik even vragen of de raad en de hele vereniging, bestuur en de prins natuurlijk vast op hun plek gaan zitten. Want de dames die willen de avond openen met hun gamendans. Ja, iedereen is hier van het zettelen. Aan die kant, die zijn iets minder snel als aan deze kant, heb ik wel weer gezien.
De meiden zijn er klaar voor. Michelle is er klaar voor. Hier zijn we een plaatje maken. We gaan beginnen met de opening van de proefstelling. Dankjewel.
welkom bij de promozitting die Prinsenbal, zoals ze dat zei, 2016. We hebben een aardig druk agenda, dus wij gaan geen lang verhaal houden. Ik denk dat we maar meteen beginnen met de eerste actor, zo meteen de danshal klaar staat voor de Gutemas. Dan zullen er ook klaar voor zijn. De eerste bier is al even gestapt. Oké, dames en heren, ik heb hier een duimpje achter in de zaal ook. Ik zou zeggen, geef ze een hartelijk applaus voor SVS. Sirenes van politiewagens. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb de muren verdijken en zo, hè? Hey, nou, het is in ieder geval wel heel fijn en heel belangrijk, nu we zoveel sirenes in ons dorp hebben, dat we onze eigen EHBO-vereniging opgericht hebben, SVS. Samen Veilig Stevensbeek. Ja, en daarom komen wij ons splinternevend bestuur van EHBO-vereniging SVS Samen Veilig Stevensbeek aan jullie voorstellen. Ja, en als eerste wil ik dan de enige echte celeb uit ons dorp, oud prinses, oud, moeder van prins, ja. Freddy Lammers. Ja? En dan bekend van de tv. Enige echte dokter van de Broek. Yeah. Nou, dat zit dus wel goed met ons bestuur, hè? We zitten helemaal in het groene gebied. Daar hebben we geen stembriefjes voor nodig en ingewikkelde geheime vergaderingen. Dit bestuur is breed gedragen. De hele zaal wil ons hebben. Dus super. Ja. En kijk, omdat het zo'n acuut probleem is met al die sirenes, mogen wij hier vliegen vanavond voor jullie de eerste les geven. Ja, en er was best wel een probleem, want het zat al helemaal vol. Er was geen plek meer voor ons. Gelukkig hebben al prinsen geheel vrijwillig hun plek aan ons afgegeven. Nou, geheel vrijwillig? Ze waren eigenlijk super blij dat ze niet zelf hoefden. Het scheelde een heleboel oefenavonden. Ja, en daarom hebben ze ons vrijgehouden met een drankje. Ja, dus daar gaan we vanavond lekker gebruik van maken. Daarom staan we hier als eerste. Zeker weten. Oké, dan gaan we nu beginnen met onze eerste oriënterende sessie. Ja, en daar hebben we gelijk het tweede probleem. Ze gaat plat. Ah, ik wou ingewikkeld. Ik woon toch al 16 jaar in Stevensbeek. Ja. Ja, maar ze moeten er wel, we moeten wel zeker weten dat ze het verstaan en begrijpen. Ja, dat is zo. Het is wel belangrijk. Maar daar weet ik wel waarop. Wat heb je meegenomen? Ik heb hier een zender en een bel. Aha. Geef die maar aan de prins en prinses. Ja. En als ze het niet begrijpen, dan drukken ze op de bel. En dan vertaal ik wat jij bedoelt. Oké, dat is een heel goed idee. Huh? Dus gaan we dat even oefenen. Dan zeg ik, oké, we gaan beginnen met de eerste oriënterende sessie.
en dan zeg ik natuurlijk, we beginnen met de eerste les. Ja, oké. Okay. Nou, dan beginnen we met de allereerste belangrijke regel van de EHBO. En dat is eerst denken en dan doen. Dus eerst denken en dan doen. Even allemaal. Eerst denken en dan doen. Ja, dat valt natuurlijk niet altijd mee. En vooral de jeugd heeft daar nog wat last van. Neem dan bijvoorbeeld Giel Flemings. Die gaat eerst proberen om over een sloot te springen. En dan denkt hij pas aan zijn telefoon. Ja, maar het zijn niet alleen de jongeren die er last van hebben. Ook ouderen. Twan de Smit, die gaat met zijn hond wandelen. Lukt hem los, maar denkt niet nou dat hij hem daarna in Loon of in zijn tunnels bij de Jan Linder of bij de MT of bij zijn wortel tot ophalen. Ja, yes, die Kirby, hè? Maar goed, oké, okay, dus eerst denken en dan doen. Dus eerst denken en dan doen. Maar ja, wat moet je dan aan denken als je eerst gaat denken en dan gaat doen? Nou, daar hebben we een ezelsbrug voor. Dat hebben we het noem van een steensbeek. Ja, en als er dan ergens gebeurt, dan krijg je het hot, heet, en dan denk je vanzelf aan hot ABC. Ja, en dan stelt elke letter voor iets waar we eerst aan moeten denken en dan moet doen. Ja, heel handig. Ja, ja, en dan zie ik jullie raad vanavond aan het denken. Hot, hot, oh, dat kennen we wel. Dan zijn die sexy hot girls daar verderop. Nou, dan zal ik jullie wat vertellen. Als er een acute zaak is en je krijgt het er hot van, dan heb je helemaal niks aan die sexy hot girls. Want ja, wat doen die als ze het hot krijgen? Dan doen ze wat uit. En wat doen wij als we het hot krijgen? Dan doen we wat aan. Kijk. Ja, ja, dat doen we het aan. Hartstikke handig. Dus ja, dat is de H van hot. Maar goed, dus eerst denken en dan doen. Dus we gaan even goed denken en dan doen. En dan eerst denken en dan doen. En dan beginnen we met de eerste letter, en dat is de H van hoop. Zonder hoop is er geen leven. En zonder leven is er geen hoop. Dus voordat je begint met de acute situatie, even een schietgebedje naar de heilige maagd Maria om te zorgen dat het allemaal goed komt. Maar ja, dat is wel een beetje moeilijk in zo'n dorp zonder kerk. He, zo'n kerkelijk dorp. Ja, en ik zie er ook helemaal geen poortjes meer zitten. Dit was vroeger wel anders. Ja, Pater Fink en weet ik veel wie. He? Maar ja, gelukkig hebben we wel zusje Christa. Die blijft ons tenminste trouw. En we hebben natuurlijk de nieuwe kapel. Maar ja, die staat wel op het kerkhof. En dan hebben ze niks meer aan onze acute zorg. Dus de H van ho. En dan komt de O. Want kijk, als je diep aan de zere vinger een verbandje gaat aanleggen, of de arm even in de kom begint te draaien, dan denken ze, nou, dat is ook een makkie. Nee, we doen eerst goed denken en dan laten we merken dat het heel erg is. En dan krijgen we misschien de volgende dag een mooi cadeau. Oh, ja, oh. Ja, dus het is eigenlijk wel handig dat we gelijk even vertellen wat voor cadeau jij wil hebben als je... Nou, bij mij kunnen we altijd aankomen met chocola, maar dan wel melk, want puur is te gezond. Nee, dat moeten we niet hebben. Nou, geef mij wel zo'n goede chocoladetaart, weet je wel, met van dat marsepein erover. Lekker. Ja, maar dan moeten er niet te veel acute gevallen komen, want dan botten we wel aan de lijn. Ja, nee, dat hebben we ook weer. Hè. Dus voorzichtig aan, jongens, komend jaar. Goed, dan beginnen we met de volgende letter. Dat is de T van tanken. Kijk, met een lege tank kom je niet ver. Dus daarom hebben we altijd even een tankje bij ons. Dan kunnen we even een slokje nemen en de tank even vullen voordat we elk werk gaan. Ja, en dat is wel weer zo mooi van ons dorp, hè? Theo van Wely, je hoorde dat we deze nieuwe vereniging opgericht hadden. Je schuift gelijk een hele grote tank vol met flink alcohol voor ons aan. En als dat ons tankje leeg is, dan mogen we bij hem een nieuwe alcohol tanken. Dus dat is super. Ja. En we hebben, als we dan toch over het dorp hebben, ook onze shirts hebben ze hier in het dorp voor gezorgd. Ja, voor de lampjes. Ja, voor de lampjes. Want ja, je moet natuurlijk goed zichtbaar zijn om veilig te kunnen werken. Dus ik ging naar onze buurvrouw toe en zei, Bert, heb jij niet iets
dat ik goed zichtbaar ben tijdens een acute situatie. Nou, zegt Bert, daar heb ik wel wat voor. Zo'n klein kaarsje met een knijpertje. Nou, het is mooi achterop mijn trui gemaakt. Hartstikke handig. Ja, bij de eerste calamiteit, dat deed Freddy mijn kerstje aan. Nou, ik vloog helemaal zelf in de fik. Ja, zo hot hoef ik het natuurlijk ook weer niet te hebben. Ja, en toen gingen we nog knee. Als je echt niet meer weet, dan kunnen we nog knee verhoeven. Ja, die heeft ons heel goed geholpen en die heeft dus knoopjes in de trui gemaakt. Dus als jullie straks allemaal de slaap zitten, dan kunnen nog knieën voor de lampjes. Maar let op, doe het wel voor april, want dan wordt hij 50. Ja, dan weten wij, als je eenmaal boven de 50 komt, dan gaat alles achteruit. De ogen, de fijne motoriek. Dus ja, voor april naar knieën gaan. Ja, maar hoe komt er eigenlijk aan die trui? Oh ja, dat is ook zoiets. Hier kun je bij de A1, de jongens van de A1 ophalen. Want de A1 is opgeheven. Opgeheven? Opgeheven! Die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Ja, hoe dat zo? Die waren veel te goed. Die werden 3 keer achter elkaar kampioen. Niet normaal meer. Dus ja, toen dat kon het besturen, kon dat niet, helemaal niet handelen. Die konden het niet aan. Hebben ze dus de hele A1 maar opgeheven. Dus nou ja, komt ons goed uit. Als jullie straks geslaagd zijn, dan ga je naar een van de jongens van de A1. Jullie kennen er vast wel wat, hè? Zo'n kluitje Flemings, Rick en Rob en weet ik van wie nog meer. En dan hou je even zo'n trui op. Ja, maar vergeet niet voor april nog kunnen doen. Ja, hartstikke goed. Nou, oké. Let's go again. We gaan weer verder. Dus even repeaten. Eerst denken, dan doen. Eerst denken en dan doen. De H van hoop. De O van hoop. De T van denken. En dan komt de A en de A is van oeien. Ja, dus even diep inademen. En uitademen. Om moed te verzamelen om aan het werk te gaan. Ja, het wordt maar even allemaal storm. En dan goed inademen en uitademen. Je kunt ook dit in en vooral voor de vrouwen onder ons, die weten dat beter, hè? Waar is ze? Goed weer op. Shit, ja, nu het zeg. Oh, dat kan echt niet. Weet ik je alcohol? Oh, dat is not done voor een hulpverlener. Dat mag niet. Maar gelukkig, daar hebben wij wel een tactiek voor. Precies. Kijk eens even, wat hebben we voor tactiek? Is de nieuwe tactiek, geconcentreerde mini-min. En je ruikt er lekker fris. Dus kijk, hier hebben we tiktakjes. We hebben altijd eens een tiktakje in de broekzak zitten. Dan geven we ze even door. Dan kunnen jullie er allemaal eentje uitpakken. Niet meer, want de zaal zit verschrikkelijk vol. Maar dan kunnen jullie die gewoon goed bij je steken. Nou, de prins mag eerst, ja. Yes. Hier. Hier ruikt het ook veel alcohol, dus gewoon die geuren hier, maar kan echt niet. Ja, in het begin gebruikten we dus Fisherman's Friends. Maar oh, die zijn zo sterk, hè. Dat zilksterk spul moest de hele tijd huilen bij die. Ja, en ik kijk wel een beetje raar voor een EHBO van STS samen veilig Stevensbeek. Dus dat doen we niet. Nee, dus we houden bij de tiktakjes. Oké. Dan komen we bij de B. En de B is van bap, 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 bap. Even de handschoentjes aan. Hè, om te zorgen dat het toch een beetje clean blijft allemaal. Nou, die hebben we ook meegenomen voor jullie. Die gaan we ook uitdelen. Even kijken. Ja, geef jij maar aan de prins. Oké. Laten we eens even hier beginnen. Kijk. Oh nee. Dat is helemaal niet nodig voor jullie. Jullie zitten toch elke dag.
dag met de handen in de kip en de varkensstront en weet ik veel wat nog meer voor viezigheid. Dus dat hoeven wij niet te doen. Dat is niet nodig. Maar dat is ook veel te duur. Nou ja, te duur, te duur. We hebben al dus best wat geld. Nog wat dan? Nou, er stond opeens geld in onze rekening. Ik zei, kijk, hè, komt een rekeningbriefje. 12.500 euro. Iets van de tweede plaats in de Brabantse Dorpenderby. Daar heb ik ook op gestemd. Nou, dat is mooi. We hebben een mooi beginkapitaaltje. Daar kunnen we wel een studiereisje van maken, hè. Dat is wel nodig, denk ik. En dan de laatste letter. Dat is de C. De C van... shit. Dat is mijn mes. Kut. Hey, daar moet ik mijn geld mee verdienen. Dat doen we. Eerst even denken en dan doen. Ja, even denken. De C van Ceres 2. Oh ja. Creatieve soos. Door iedereen opgeknapt en voor iedereen te gebruiken. Ja, dat is mooi. Daar hebben we ook een eigen onderkomen. Een eigen hok. Een eigen hok? Ceres 2. En daar hebben we ook de AED. Dus, en de meeste kans op klatissie. Kans op de meeste slachtoffers. Dus, daar zien we jullie dan voor de vervolglessen. Super. Nou hebben we alle letters gehad. Dan gaan we ze nog één keer allemaal met jullie herhalen. En als jullie dan geslaagd zijn, dan kunnen jullie de trui ophalen bij de jongens van de A1. Ja, maar en dan daarna gaan we naar Corné, even naar Corné gaan. Voor april, hè, niet vergeten. En komt het nou niet goed voor april, dan kunnen we dan op het landhuisje, want die is ook heel handig met lampjes. Ja. Oké, nu even allemaal. Eerst denken, dan doen. De haar denken en dan doen. De H van hoor. De O van oh. De T van kijken. De A van oeien. De B van en de C van Ceres 2. Creatieve soos. Perfect. Oké, jullie hebben allemaal voldoende en zijn geslaagd. Ja, kijk mooi hè dames. Best leuk. Best een vereniging erbij, dat is altijd goed. Ja dames, super mooi gedaan. Geweldig. Jullie kennen ze allemaal, denk ik wel, allebei. Vrij dames en Jacobien van de ploeg. Als jullie alles weer ingepakt hebben, mogen jullie aansluiten bij de prins en de prinses om een medaille op te halen. Want die hebben jullie wel verdiend. Geef ze nog eens een applaus.
Goeie avond, mensen. Hey. Hey. Ja. Hi, Paul. Dit ook. Ja. Dit ook. Ja, goed. Nogmaals, goeie avond, mensen. Wij komen namens Wak 40 vandaag een stukje doen. We hebben de prins in ons midden. Ja, we moeten echt de overtreffende trap gaan bereiken vandaag. Met een prins van ons in het midden. 2013 waren we hier als de wereld draait door. Stevensbeek draait door. 2014 zijn we hier geweest als... Radio Lak 40, dankjewel Rens. En in 2015 zijn we vorig jaar geweest hier als de Place of P. En dit jaar komen we als de Rode Stof. En dat wordt ook een hopelijk overtreffende trap. Wat we gedaan hebben, sommigen van jullie hebben ook de uitnodiging gekregen voor de prinsreceptie. Die hebben we ook gekregen. Alleen we hebben Rens en Mali ook gevolgd toen ze die aan het versturen waren. En daar hebben we een filmpje van gemaakt en dan willen we eerst... Ja, graag met jullie mee gaan starten. Ja, Rens bepaalde de route, dus je... Ja. Dat is toch weer dat leger, hè. Ja. Maar, Marley, ik wil je graag uitnodigen voor deze mooie gouden stoel, de rode stoel. Ze zeggen nee, plaats geven, hartelijk applaus voor prinses Marley. Inmiddels natuurlijk, maar wat het doel is van die stoel en de rode stof, wat het inhoudt. We hebben een aantal mensen uitgenodigd die jouw levensloop wat graag over willen vertellen. En ik denk dat het zeker de moeite waard is. Maar voor we dat mee willen gaan starten, we hebben ook de prinsreceptie zijn we bij geweest. En daar hadden we van die bordjes gemaakt met de foto's erop van jou en Rens. Hele gekke foto's. Dus wij doen ons de app gooien van stuur eens wat leuke foto's en dan kunnen we er een leuke uithalen. Maar er waren er zoveel dat we zoiets hadden van die moeten we heel even nog hier met jullie delen. Dus hier op de video zie je
Malia en Narayan achter het glas. Niet in Amsterdam, gewoon ergens anders. Heel mooi brilletje hier, Mali. En hier met de rode beret van rechts. Verkeerd. Oké. Okay. En hier de vriendinnen, die hebben trouwens ook opgetreden bij de Prinsreceptie. En rechts Mali met een fles wijn. En dat geeft eigenlijk ook de aanleiding voor onze eerste gasten die we hebben uitgenodigd. Ze zijn speciaal overgekomen vloren uit Frankrijk. Ja, twee finologen, ze geven ze hartelijk applaus en het woord is aan jullie. Bonjour, madame en monsieur. Hey, fijn dat we hier ook mochten komen. Ik zal ons even voorstellen. Dit is Boerin en ik ben Boerdo. Ja, we werden gevraagd of dan een roos van Mali wilde komen. En hoe kunnen we nou nee zeggen tegen onze grootste inkomstenbron? Ja, Mali, voordat we beginnen zullen we even een glaasje wijn inschenken. Ik hoorde trouwens dat Rens ook portwijn drinkt. Rens ook een glaasje. Zo, nu iedereen voorzien is van een lekker wijntje, laten we maar beginnen. Dat is een goed idee. Ik heb meteen een vraag voor jou. Wat zou jij doen als er een vlieg in je glas trekt? Nou, ik zou een omkiep en een nieuwe pakken. Wat zou jij doen? Geen idee eigenlijk. Ik zou hem eruit vissen en net doen of er niks aan de hand was. Maar weet je wat de prinses zou doen? Die zou waarschijnlijk kwaad worden, beestje, en roepen. En nu alles terugspugen, wat je opgedronken hebt. Wist je trouwens dat Mario op twee gelegenheden wijn drinkt? Ja, als het regent en als het niet regent. Wat denk je trouwens, gingen we laatst uit in Boksmeer. Weet je wie daar aan de bar zat? Laat me raden, de prinses zelf en een wijntje natuurlijk. Inderdaad, prinses Mali aan de wijn. Nu viel me iets op. Elke keer voordat Mali een wijntje bestelde, trok ze haar borstzakje naar voren en keek ze daar gauw in. En bestelde vervolgens haar wijntje. Nadat ik haar een paar keer had gezien, werd ik toch wel nieuwsgierig. Dus ik vroeg aan Mali, waarom kijk jij in jouw borstzakje voordat jij een wijntje bestelt? Nou, zei Mali, ik heb een foto van Rens in mijn borstzakje. En als hij er knap uit begint te zien, dan pas ga ik naar huis. Hé, hey, maar boer van me, is het nu Nados komt Nados of Nados komt Nados? Poeh, als ik erover nadenk, krijg ik er kop in. Maar ik hoor Rens en Mali wel eens praten over eventueel een eerste kindje. En wat voor naam het werd als een jongetje werd? Nou, en wat voor naam had ze bedacht? Bob, dan kunnen ze allebei drinken. Ja, we hebben ons verhaaltje eigenlijk af, denk ik, of we denken. Ja jongens, mooi gesproken. Ik liet nog heel even Ryan nog een toetje doen of niet? Eentje. Mooi gesproken, ik zeg, het is misschien ook een wijntje voor Mali of is hier zand aan? Ik denk dat ze genoeg hebt, of niet? Wil je deze of niet? Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus aan de filoloog uit Frankrijk. Smaakt die Mali het wijntje? Half zoet of droog? Is weer niet goed. IJs, ook zeker. Mooi, maar ja, ik denk dat we door naar onze volgende gast hier. Die hebben de afgelopen jaar, twee jaar inmiddels denk ik al, een bouwend huis en een huisje neergezet en een hondje gekocht. En een beestje, dus ja, een huisje boven je beestje. En ja, die hebben we eigenlijk ook uitgenodigd voor vanavond, het beestje. Alleen hebben we er een aantal mooie foto's van, je ziet ze hier samen in het gezelschap. Oh. Hier zie je me bij SVS, bij de tweede uiteraard.
winnen wel. Hier zie je race aan het broertje, of ja, Steve, hoe noem je het neefje, Basco, of Billy Labers. En juist die twee die willen graag iets komen vertellen. Dus dan zeg ik deze een hartelijk applaus, Riz en Basco en de hondenpas. Basco hier. Jij ook, Riz, hup. Hier. Kom. Eigenlijk ergens waar het droog is. Droog is? Hoezo? Nou, om even kort te houden, wat een onderweer. Maar ik zie dat je die twee hondjes hebt meegenomen. Ja, ze wilde ook even iets komen vertellen voor Mali. Mali! Wat fijn dat wij erbij mogen zijn zo. Maar kom, laten we maar gewoon beginnen. Die ik echt al heel lang aan jou wil stellen. Waarom heet ik in godsnaam Rist? Zo werd je al gedaan door de vorige eigenaar. Oké. Ja, Rist, we liepen laatst uit de Betaningstraat. Er was een adresje, die had een hond. En telkens wanneer de bel ging, ging meteen in het hoekje zitten. Ja, klopt, die hond heb ik ook gezien. Ik had het even nagevraagd. En die hond, dat bleek een bokser te zijn. Ik weet trouwens ook nog een leuk mopje. Hoe noem je een hond zonder poten? Dat maakt niks uit, want als je hem roept, komt hij toch niet. Maar Marley, jullie hebben voor mij een eigen poep- en plasplaats gemaakt in de tuin, zodat jullie niet van die gele vlekken op het gazon krijgen. Ik heb daar laatst een andere naam voor verzonnen, want ik hoorde Rens en Kees vragen, wat is het verschil tussen een Duitse herder en een homo? Nou? Een Duitse herder die poept in het roergebied en een homo die roert in het poepgebied. Maar Rens, heb je... Nee, ik heb niet echt een stamboom. Eigenlijk pis ik tegen alle bomen. Maar wat hoorde ik trouwens? Was de deurwaarder als bij je langs geweest? Ja, dat klopt. De deurwaarder die kwam aan de deur en die belde aan en die zei... Mevrouw van Bommel, jullie hebben nog een flinke rekening openstaan, ter waarde van 50 euro. Ik zal hiervoor spullen in beslag moeten nemen. Tja, zei Marley, ik heb eigenlijk niet echt iets van 50 euro. Maar ik heb wel een hond, dus die deurwaarder kwam bij mij kijken. Ik zat helemaal om de vlooien en ik was ook nog eens loops. Die deurwaarder zei, heb je echt niks anders? Waarop Marley zei, ja, Rens zit boven. Dus de deurwaarder ging naar boven om te kijken. Ik kwam nog 5 minuten terug. En, zei Marley, nou, zei de deurwaarder, mag ik de hond nog eens zien? Het is om met die Rens. Maar waarom zag ik jou laatst trouwens af bij ons van huis nog langs lopen? Nou, ik was even bij de dieren en wij geweest. Er was een eentje heel hard aan het huilen, dus ik vroeg aan dat eentje, wat is er toch gebeurd? Zegt dat eentje, ja, ik kwam net een hooligans tegen. Jongens, we gaan het verder. Nog één verhaaltje. Daar was stonden twee agenten bij het fus met een hond. Kon er een zat naar buiten. Ging recht tegenover de hond zitten, op zijn knieën. En keek een beetje recht op zijn kruis. Zat dat bij het café binnen. 5 minuten later kwam weer een zat naar buiten. Die ook ging op zijn knieën zitten recht tegenover het hondje. En keek ze in het kruis. Wat moet dat hier? Vroeg een van de agenten. Nou, zei de zatlap, Mali van Bommen zei dat er buiten een hond was met twee lullen. Jongens, anders geen eten vanavond. Ja, geef je een handelijk applaus. Ben je het nog leuk, hè, man? Toch wel. Nou, als we dan toch weer verder gaan op het verhaal van de wijk, ik ben natuurlijk toen de Breienburg nog bestond heel vaak bij de Breienburg geweest. En je kwam er al binnen voordat je 18 was. Mogen jullie 2 keer raden hoe dat dan met kwam natuurlijk. Maar ik zou zeggen, geef ze een hartelijk applaus aan het personeel van de Breienburg. Goedenavond mensen. Wat leuk dat wij ook uitgenodigd zijn voor de Roos of Mali. Zoals de presentator net al vertelde, heeft Mali heel het uurtje doorgebracht bij ons in de Breienburg. Ja, het begon allemaal toen je dat ene briefje had getrokken.
En daarop stond dat je 60 seconden onder de biertap mocht hangen. Maar ja, mevrouw drinkt niet graag bier, dus had ze er maar een koebergtap van gemaakt. Weet je dat nog, Marley? Nee, verbaas me ook. Ja, Marley die viel al op vanaf het begin. Zo kwam ze bij mij in de bar en bestelde ze 16 wijntjes. Dus ik, voor de zekerheid, 16 wijntjes. Waarop Marley reageerde, ja, jullie schenken toch niet onder de 16? Marley, als ik me goed herinner, was jij en de dames met een bepaald dansje. Weet je nou hoe die moet? Doe maar meer eventjes. Ja, Marley. Je zou ondertussen wel doorstellen. Zou ik je wijntje even bijvullen? Weet je, laatst nog een collega toen Marley binnenkwam en aan mij vroeg: mag ik twee bier en een witte wijn voordat het gezeik begint? Dus ik schenk voor Marley twee bier en een witte wijn. Ze drinkt het heel snel op, daarna vroeg ze weer. Zou ik twee bier en een witte wijn mogen voordat het gezeik begint? Dus ik schenk voor Marley weer twee bier en een witte wijn. Daarna vroeg ze weer, mag ik twee bier en een witte wijn voordat het gezeik begint? Dus ik zeg tegen Marley, heb jij wel munten gehaald? Kijk, daar begint het gezeik al voor Marley. Hey. Ja, zo waren ze met z'n tweeën ook laat bij het fust. Gaan ze Marley, want de fanfare die ging optreden. En op een gegeven moment kwam Rens naar Marley toe van het gat wordt goed bij het fust. Waarop Marley reageerde, goed bij het fust, hoezo dan? Nou, zei Rens, de wc-bril is voor het vergoud. En op het moment dat Rens ze zegt, wordt hij van de bar terug afgetrokken en door drie mannen in elkaar getimmerd. Op Marley riep, hé, wat moet dat? En een van die drie mannen terug, ja, wat zou jij doen als iemand tegen je tuba zit te schijten? Hé, hey, collega, maar even tussendoor. Weet je waarom een jongen in je nevenfles altijd vierkant is? Ja, dan krijg je een kring op tafel. Jij nog een laatste praatje voordat we gaan? Ja, ik heb nog wel iets. Zo'n 3-4 jaar geleden zaten er drie mannen bij aan de bar. En tegen elkaar opschapen, de ene met een grote mond. Van wedden dat ik de langste armen heb van heel de wereld. En die andere twee man. Nou, daar geloof ik niks van. Laat hem maar checken bij Guinness Book of World Records. En ja hoor, hij komt terug, helemaal blij. Meneer had de langste armen van heel de wereld. Toen die tweeën. Nou, wedden dat ik dan de langste benen heb van heel de wereld. En die twee mannen weer. Ja, nou laat jij ook maar checken dan. En hij ook hè, Big Small, kwam ook terug. Langste benen van heel de wereld. En toen die derde. Die zei, wedden dat ik het kleinste geslachtsdeel heb van heel de wereld. En die twee mannen al lachen. En hij en hun. Ja, laat jij dat ook maar checken dan, bij het Guinness Book of World Records. Maar hij kwam heel anders terug. Sip gezicht, en het enige wat hij deed was roepen. Who the fuck is Rens Lamers? Mooi stukje, kasteel de Breinburg. Maar de Breinburg is inmiddels afgebrand. Jullie hebben geen werk meer, we zijn naar de Koster gegaan. Ja, naar de Koster zijn we gegaan inderdaad. Zeker, die baas is zeker helemaal afgebrand. Ja, ja het, loopt er wel eens, het is er wel een lopend vuurtje daar. Maar wat schenken jullie daar? Ja, we doen wat brandbier. Jongens, geef een hartelijk applaus in Breinburg, beste deur. Ja, maar veel drinken geeft ook veel gezeur vaak. En soms nog wel eens van die mensen met van die blauwe petten op.
En daar ben ik dus ook al eens bij aanraken geweest. En ook die hebben hun verhaal al klaar liggen om met jou en met de zaal door te nemen. Ik zou zeggen, laat het niet langer wachten. En jongens, welkom op het podium. Geef eens een hartelijk applaus. Twee laatste gasten voor de Roos de Mali. Twee politieagenten. Ja, dames en heren. Erg mooi dat ook wij erbij mogen zijn. Wij hebben natuurlijk ook weer een aantal mooie verhalen over onze prinses. En kijk eens wat we daar getroffen hebben. Dank je. Kijk eens wat we getroffen hebben met onze prinses. Geef nog eens een mooi applaus. Ja, wat zit ze er braaf bij, hè? Maar toch heeft ze wel haar streken, hoor. Ja, dat klopt, collega. Ze stonden laatst bij Café Het Fust. Kwam Harley dan naar buiten? Volgens mij hebben we al verteld, collega, vandaag. Zal ik iets nieuws vertellen vandaag? Wat nog niemand in deze zaal heeft gehoord? Wat nog niemand weet. Zo had ik in ons politiebestand gekeken en heb ik gezien dat Marley een handje heeft van wild plassen. Klopt dit, Marley? Nee, klopt helemaal niet. Nou, wij hebben iets anders gehoord. Want klopt het namelijk wel van dat je een keer bij het hok zo nodig moest plassen, dat je maar buiten in een weiland bent gaan zitten? Ik kan me niks van herinneren. Nou, wij wel. Want toen kwamen namelijk net Martin en Annie thuis met groot licht op met de auto. Weet je nog, Marley, dat we jou met het slok te veel op in de auto aanhielden voor een alcoholcontrole? Ja, toen draaien ze de raampje op, hè. Ik vraag, heeft u gedronken, mevrouw? En Marley zegt, wat zegt u, ober? Trouwens, collega. Weet je nog toen we Marley op de bom hadden geslingerd, omdat ze mijn kostje mij de 170 km per uur op de Steensbeekse weg hielden? Ja, daar kan me wel iets van herinneren. Toen had ze volgens mij pas net die nieuwe auto, toch? Ja, precies. En Marley... Ik dacht dat ze nooit 170 km per uur had gereden, omdat ze die auto net een half uur had. Maar om je af te sluiten, wij hebben maandelijks contact met de ANWB. Van bepaalde meldingen zijn geweest, dat weet je toch? Ja, dat klopt. Maar meestal is er niks boeiends. Maar deze keer hebben we een verhaal wat we toch graag nog even willen met jullie willen delen. Oh, dat verhaal van prinses Marley bedoel je? Ja, inderdaad. Vorige week zaterdag reed Marley naar Nijmegen om de jongens van Lak 40 op te halen, na een avondje stappen. Maar al vrij snel, net op de A73 bij Hoeksmeer, stond er een auto op de vluchtstrook. En Marley zeker vol gas er langs op en toeteren? Nee, deze keer niet. Marley netjes stoppen en vragen wat er aan de hand was. Staan er twee lesbies die autopech hebben. Dus Marley gauw de ANWB gebeld om te kijken of dat ze misschien wat konden doen. Nou, de ANWB, kan ik u helpen? Zegt Marley, ja, er staan hier twee potten met pannen. Ja, jongens, mooi stuk. Ik denk dat we heel lang door kunnen gaan als we verhalen moeten hebben van Marley. Wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Ik had nog wel een klein vraagje aan jullie. Wat zegt het zoontje van een politieagent 's morgens als de boterhammen gesmeerd moeten worden tegen zijn moeder? Geen idee. Vertel. Smeres. Fijn, dankjewel. Jongens, geef een hartelijk applaus voor twee politiemannen. Ja, Marley. Het was een behoorlijke oefening, denk ik, waar je hebt het overleefd en Rens, ik denk al goed ervan afgekomen, maar als jullie het programmaboekje hebben gelezen, is er nog een roodstof. Dus Rens, die is voor jou. Kan ik nog ziek melden of? Ja, je kunt nog wegrennen, misschien wel. Jongens, opa's en oma's, kinderen en kleinkinderen, bankpersoneel, Raad van Elf, adjudant Sjoerd Bonkes, naar Ryan Keveling en natuurlijk het prinsenpaar. Jongens, tot na de pauze en tot ziens. Thank you.
Ik heb weer! Goedenavond mensen! Goedenavond mensen! Valt zelf ook wel? Oh, 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 oh. Goedenavond mensen! Ik ben Leon 10. Ah, zeg maar Leo. Ik ben al ruim 15 jaar vuilnisman. Nou ja, ik ben vrouw, maar vuilnisman, ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Man. En dit is mijn collega. Stel er weer gekke sfeer. Ik ben Kerstin Verzurk. Getrouwd met mijn vrouw. Die is 1,56. 1,56 is het snel. Ja, als het plat ligt. Dus heb ik twee jongen zitten. Eén van 10 en een andere is 12. Die van 12, die is een dyslexie zoals ze nemen, hè. Die schreef het door mijn katten met u. Maar Leo, wat lukt er eigenlijk moeite? Ja, ik heb last van mijn knieën. Ben er al mee naar mijn dokter geweest? Ja, ik ben gisteren naar de huisarts geweest. Ik heb met een glas van eelt op mijn knieën. Hoe komt dat dan? Nou, ik heb in de middag, echt waar, en die wordt helemaal wild. Echt helemaal wild als zweet op zijn heuntjes doen. Echt, er komt het beest in hem los. Maar als ik er dan toch zo laat van heb, waarom kan het dan toch niet op mijn rug liggen, meisje? Nou, daar heb ik dukzat geprobeerd, maar dat hou ik echt niet lang vol. Die hond van ons die stinkt al die zo verrekkers in zijn bak is. Maar, weet jij waarom dat ik gesolliciteerd heb op vuilnisman? Nou, vertel. Er zien in Brabant 2000 vuilnisman op de kaart. Hoe lang moeten die precies zien dan? Ja, Kerst en ik zijn nog niet zo gek lang collega's van elkaar. Nee, ik heb een proefdekt, hè. Ik weet het trouwens hoe lang die bosman is. Hoe moet ik dat nou weten? Ja, die is 1,65, want ik ben 1,80 en die vent die zit op de dieren, hè. Ja, ik was eerst waar ik schilder. Maar op de ene of de andere dag moest ik eruit. Ik moest bij de bos op het dorp komen. En hij zegt, Kerstje, ik kan eigenlijk niet zonder doen. Maar we gaan het wel proberen. Ik was kort. Dat was niet leuk, hè. Ze konden me van allemaal erbij. Ik had aan zoveel dingen scheten dat ik de stront kort kwam. Jongen voor die klas geschouwd en als de vulnis naar boven gezet. Ben je lastig geweest door een grote herhuis door een Steensbeekse weg van die natte kaart. Om dus te schilderen. En omdat ik niet wist met wie ik de dag kreeg. Daar trek ik goede kleren aan. Mijn lakschoen. En ik kom eraan. Ik maak de tuinpoort open. Kunt er mee op de hoek, zo'n veel lille kerkhuurtje aan. Zegt tegen de vrouw, is de huurtje bij jij niet? En ik buk en meepak, ik ben met slauwe. Maar goed, de kieken van rond wat van gedogen worden. Ze geven ook wat aanwijzingen. Want ze hadden net een eigen trap laten leggen, van die Chinese hartstikke. En daar hebben we 40.000 euro gekost. Of ik kan opletten met mijn werk. Zeg je, heb je niet met een beste slotneus te maken? Maar goed, ik ga er aan de gang. Ik leg een groot kleed over de Chinese haarsteen neer, het terras weet ik niet. Ik zet de lamp daar omhoog bij de zoldrempje en ik ga er aan het schilderen. Stil en veel een hele kerstmuntje eronder achterbij, de trappenplakken, hè? Daar heb ik mijn hele kerst toch niet aan. Fout met je. Hartstikke fout. De huurtje dat begint aan de kleed te trekken.
die ladder die begint te schuiven. Ik hoor mijn eigen vader nou aan de dag uit. Nee, die heb ik net geschilderd. Ik klei zo langs de gimmel naar beneden. Kom naar de slaapkamer aan. Zie ik de vrouw des huizes uit de badkamer komen om de gebeden dicht te schuiven. Ik zwaai hem naar de koets. Die heeft de vensterbank staat. En ik krijg ook verder over de zonlijf op 10.000 euro richting het terras, zo op het terrasmuur terechtkomen. Ik denk kerst te brengen, ik hoef vanaf. Ik lig er wat bij te komen van de schrik. Zie ik er in een ooghoek. 2,5 liter bijna naar beneden komen. Die maakt een zalder op de vensterbank. Die trekt een boom 25 centimeter over die zonneleugel en zo op het terras uit elkaar te spatten. Kind de vrouw ook naar buiten. Lillek is het. Wat? Ik zeg vrouw, jij hebt één geluk. Het waren rondwerpen. En dan denk ik dat dat de reden is geweest dat ik niet meer terug hoef te komen. Maar gelukkig kon dan gauw echter als vuilnisman aan de gang. Ik zie hem nog binnenkomen. Hij stelt zijn eigen netjes voor bij de baas. Die zet, ik ben het hoofd van het vuilnis. Belt is de naam. Ik ruik het, zet hij. De baas die zet, Wurm, denkt de G dat G geschikt ziet als vuilnisman. Zeg nou, ik heb al op 3 plaatsen gewerkt, dus moet ik elke keer gelukkig om één grote pannen van de morgen. Maar Leo, wat verdienen wij hier per maand? Nou, mijn baas die zegt dat het loon iedere maand gestort wordt. Oh, dat zit me goed. Want dat storten, dat geeft toch per kuip of niet? Een mossel zijn van de werk bij de bosmel. Ja, er waren een klap binnengekomen. Er waren geen vuilnis op geld en stulles. Zeg, dat is niet wel geweest, maar er waren we al binnen 20 minuten klaar. Hij zegt, hoe kan dat dan? Normaal staan er 2.000-3.000 van die bak aan de straat. Ja, en toen waren we ook al op de monden gewonnen, hè? Oh, en Las, we reden stilles. Kunt er een vrouw kunnen buiten? Nou, toen we die zagen, kwamen we niet meer bij. Hun koppel krulspeld, de gezicht helemaal overploeg. Een figuur lijkt met een potbak. Zij zegt, vuilnisman, hoe laat komen jullie vrijdag het schroefvuil ophalen? Ik ga hem maken, het schroef, het steekt zat! Vermerken! Ja, ik zie het lopen. Vermerken, komt door Wilbert Ruijmarkt, ik heb er achteruit. Hij zegt, ik heb hier een thuislaagding van 15 meter, wat moet er toch mee? Ik zeg, die komen we merken wel halen. Deze wagen is maar 8,5 meter lang. Ja, dan maken we allemaal mee. De gekste dingen. Begin december kwamen Sinterklaas nog tegen. Ja, mannen zitten wel heel erg heilig met die bakken. Moet schieten waar ik me zo moet showen met zo'n grote volle zak. Zeggen ze, hoe heet je schuld komt er maar één keer per jaar. Van de week hebben we het meegemaakt. Die wagen die trekt op. Kesken heet er achterover van die wagen af. En dan lag hij. Meteen een hoop volk er hem in. Waaronder die gemeenteambtenaar, kan even roeven. Zal ik de ambulance bellen, zet hij. Ik zei, ho, doet de zekkers rustig. Ik zal eerst zijn hand als iets zien test halen. Dat ligt tenminste op het bedrijf zo'n geval. Kunt hij een ambtenaar naar me toegelopen? Zet hij, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die maat voor jou van die wagen valt? Werken bij jullie meer van die simpele figuren? Ik zei, nee, kerst is de laatste. De rest hebben ze al omgeschoold tot gemeenteambtenaar. Ik heb een vroeg een hoffing gekregen, Leo. Van mijn boterham. Ja, dus kijk wat ik nog op heb gedaan. Wat is dit aan? Ik heb een brief gekregen. Wat verrek, ja. Zoals kijk wat ik nog op heb geschreven. Als je seks wil als een werk, hè? Groetjes met spinnen.
Ja, ons vrouw, hè. Die kent verdomme koken. Hoe moet het alleen dus? Die gebruikt de rookmelk om dat eens kopen, hè? Ja, dat trouwens scheelt van Hans van Dijk. Waar dan? Nou, die zit thuis met heel veel last van herrie in de rug. Ik heb net jaren geprobeerd in zo'n corset te krijgen. Daar had ze zo strak aangetrokken. Hans, ja, helemaal geen buik meer, maar in de nek. Huh? Kerstje, een batterij, dat is toch zwaar chemisch afval? Dat hoog ik ook niet, want ik de hoog naar daar gelegen. Ja, mensen, we zijn geen langer blijven, maar we hebben het nog zo druk. We moeten nog ruim 4000 van die bakken naar die wagen trekken. Ach man, stop, nul. Ja, geen eens aan de poten. Maar mensen, vul ons maar uit ons beroep. We horen met veel plezier bij jullie de bakken van de school. Jullie waren voor ons fantastisch publiek. Bedankt voor het luisteren. Houdoe. Geweldig stukje bij de smallen. Ze zijn gered, ze worden ze heel. Ja, wederom kei mooi, hè. Ik heb ook een afvalmensch nodig voor het knalle carnaval. Kunnen jullie ook komen? Dat is een afvalfeest. Ja. Cool, echt cool. Is bij deze afgesproken dus? Ja, dat is geen probleem. Maar zat jij dan net die wijn van Mali nog op te drinken? Nou, ik zag wel dat ik een loer van Kieper waren. Ik heb me niet bij klopt, dus ik heb me niet vergeten. Afgeven. Ja, sorry. Ze zeggen, haal jullie medaille op en dan zetten we zo meteen de buitenmars in. Door jullie bedankje. Zeg, Lucien, heb je klaarstaan de buitenmars? We zetten er maar in. Jongens, dank jullie wel. We gaan gauw door naar de volgende act, de rol in draad. Ik hoef verder geen info, dus ik zou zeggen, geniet er wel van. Ik ben blij en bedroefd. Waarom ben je bedroefd? Omdat mijn nieuwe auto gestolen is. En toch ben je blij? Ja, mijn schoonmoeder zat er nog in. Een Belgisch ambtenaar komt 's morgens te laat op zijn werk. Hij zegt tegen zijn chef, ik heb me verslapen meneer. Waarop de chef antwoordt, verrek, slaapt u ook al thuis? Er komt een man met een octopus onder zijn arm een café binnen. Zegt de man tegen de barkeeper, ik wed voor 100 euro dat deze octopus alle instrumenten kan bespelen die zich in het café bevinden. De barman neemt de uitdaging aan en laat de octopus achter de piano in het café plaatsnemen. De octopus speelt op zijn gemak de hele symfonie van Mozart. En de man houdt zijn hand omhoog voor het gewone geld. Maar de barkeeper verdwijnt even. Hij komt terug met een viool en ook die bespeelt de octopus met gemak. De barman geeft zich echter niet gewonnen en haalt snel een dwarsfluit. Wederom speelt de octopus een niet onverdienstelijk deuntje. Ik heb nog één instrument, zei de barman. Hij komt even later terug met een doedelzak. De octopus kijkt ernaar en probeert er van alles mee. Maar krijgt er geen enkel geluid uit? Nee, dat dacht ik wel, lachte de barkeeper. Dat instrument kun je niet bespelen, hè? We spelen in de groep de octopus. Ik probeer een piano uit te trekken zodat ik een flinke beurt kan geven. Een man kwam bij de apotheek. Hij vroeg, hebben jullie Viagra?
De apotheker vroeg: heb jij een recept van de dokter? De man: nee, maar wel een foto van mijn vriendin. Tegenwoordig een seksleven. Ach man, zegt de andere, ik heb tegenwoordig alleen nog maar plasseks. Plasseks, vraagt de eerste. Ja, zegt, ja, antwoordde de man, tweede man. Elke keer als ik erover begint, begint ze direct te zeiken. Dokter, vraagt de bezorgde vrouw, mag ik met mijn man nog wat seks hebben, nu hij een hartinfarct heeft gehad? Jawel, mevrouw, zegt de dokter, maar alleen met u, want hij mag zich absoluut niet opwinden. Drie huisvrouwen zitten gezellig samen met elkaar te roddelen over hun liefdesleven. Ik heb een naamje voor de leuning van mijn man, bekent een van de vrouwen. Ik noem hem altijd Gordijntje, omdat hij elke keer naar de voorstelling neergaat. Ik noem die van mijn man de Gluiperd, zegt de tweede vrouw, omdat je bij hem nooit weet wanneer hij zal aanvallen en of dat van voren of van achter zal gebeuren. Ik heb er ook nog nooit over nagedacht, zegt de derde vrouw, maar ik denk dat ik hem Roddeltje ga noemen. Hoezo, vragen bij de andere bijna in koor, omdat hij zo gemakkelijk van mond tot mond gaat. Ja, wie heeft die bij trouwens? Ik hoop eigenlijk wel dat we die bij hebben hoor. Dat was niet mijn taak. Ja jongens, die ga je toch niet mee, die hebben we toch al bij. Jongens, kom op. Hoe is mijn wegs bij? Kijk dan, dit is ongelooflijk. Nou, neem je tijd, we zitten vooral niet onder vuur. Nou jongens, zoek eens even op. Misschien kunnen we iets vinden over deze situatie. Wat moeten we nu doen? Ik zie niks. Jij ziet niks? Iemand anders? Hebben we al iets gevonden? Ja, ik heb ook niks gevonden. Ah, verdedigend. Bart, jongens, ik heb iets. Ik denk dat dit ons wel gaat helpen. Hier staat, zodra je veilig zit en je zoekt veiligheid, is het veiliger om op de plek van veiligheid te blijven. Maar zodra de veiligheid in gevaar komt, is het gevaarlijk en is het niet meer veilig om op de plek van veiligheid te blijven. Dus zoek het zelf maar uit. Ja. Bedankt, handleiding. Maar jongens,
Hoezo zijn we grenzen weer kwijtgeraakt? Ja, dat ze sowieso het steeds beter leger stierven om hem te zoeken. Niet verstandig. Sowieso geen slim idee. Wij als ongetrainde militair die langer moeten zoeken. Weet je dat je straks tegen wie we vechten? Wanneer is die lange eigenlijk weggegaan? Ik heb gehoord dat die huilend is weggelopen, verdrietig, naar een ruzie met Mali. Hoezo, wat is er allemaal gezegd dan? Nou, blijkbaar heeft Mali veel grapjes gemaakt over Franny, de moeder van Rens. Ze begon met een leuk grapje. Wat heb je als je schoonmoeder tot aan de nek in het beton zit? Nou? Te weinig beton, zei ze. Maar dat was toch niet alles? Ik heb niet meer geplakt gehoord. Nee, Rens had wel al tranen in zijn ogen op dat moment, hè. Maar Mali ging verder, was het verschil tussen een ongeluk en een ramp. Dus Rens zo, als er weer een van jouw stomme grapjes is, dan ren ik weg. Mali zei, nee hoor Rens, nee hoor. Maar wat is nou het verschil tussen een ramp en een ongeluk? Rens zei, dat weet ik niet. Ik zei Mali, een ongeluk is als je schoonmoeder in de sloot rijdt, en een ramp is als ze eruit klimt. Dus vandaar dat we op renningsmissie zijn, jongens. Nou, als we hier toch niet onder vuur genomen worden, zullen jullie eigenlijk maar even blijven zitten, of niet? Ja, dat lijkt me wel verstandig. Tegen wie vechten we eigenlijk? Ja, tegen de IS had ik net gehoord. Oh, dat is wel vervelend. Maar uiteindelijk komt het allemaal heel erg goed hoor. We zijn genoeg vrienden met de Duitsers geworden, dus dat is allemaal ook al wat goed. Die Duitsers die zijn tegenwoordig ook wel chill. Die komen ook wel eens in het vuist. Ja, zeg mij wel. Laatst zat ik en Jorin in de kroeg met alle vaste klanten. Oftewel, we zaten met je twee. Maar er kwam er ook zo'n Duitser binnenlopen. En die vond dat het maar niet zo heel druk was zo op 4 mei. Waarop Bart probeerde uit te leggen dat op 4 mei wij de doden en slachtoffers daar denken. Van de Tweede Wereldoorlog. Bart die zei, ja het zijn wel 100.000 hè. 100.000 zegt die Duitser, dat is niet zoveel. Die hebben miljoenen verloren. Dus Bart die Duitser uitleggen, dat vieren we morgen. Over die Duitser gesproken, die bleek vraag te willen nemen op Bart. Voor een vervelende grapje. Maar die wou met een flink toetakken, daar had hij wel wapens nodig. Hij had nog wel een adresje in Zevensbeek, Peter Jacobs. Waarom nou weer Peter Jacobs? Heeft hij nog niet genoeg te doen dan? Nou, een illegale wapenhandel on the side. Ik denk dat niemand daar aan zou komen, maar ja, het is dus wel zo. Die Duitser die belt eraan, Peter neemt hem mee naar zijn geheime hokje, achter in zijn huis. En die Duitser die begint meteen in zijn handjes te knijpen, hè. Die ziet een hele mooie revolver liggen. Dus die vraagt aan Peter, als u viel uit aan de revolver? Peter zegt, Nee, daar heb ik niet. En die Duitser die denkt, ja, misschien maakt die mooie revolver dan niet open en is die voor Peter zelf. En die ziet er langs, ziet er een mooie mes liggen. Dus die vraagt aan Peter, hast u veel uit aan messen? En Peter zegt weer, nee, daar heb ik niet. Die Duitser die begint een beetje achterdochtig te raken, hè? Maar wanhoop is nog niet nabij, want er ligt ook nog een hele mooie slagstok. Dus die Duitser die vraagt, hast u veel uit aan slagstokken? En Peter zegt weer, nee, daar heb ik niet. Dus die Duitser die begint pis te worden, jongen, die zegt, hast du etwas gegen Deutsche? Waarop Peter zegt, ja, revolver, messer, schlagstokken. Het schijnt dat die Marcel Beekers ook niet zo fan is van Duitsers, hè? Marcel Beekers, de goedheilig man van Stevensbeek. Hoezo dat nou niet? Ja, zo'n goedheilig man dat hij is, hij liep laatst ook door de prachtige natuur van Nederland. En opeens ziet hij daar een man zitten, daar bij het meer. En hij ziet die man drinken uit het water. Dus Marcel naar die man roepen, dat moet je niet doen, dat is vies, de riool komt daar uit. Nou, maar dat vind ik eigenlijk best wel aardig van Marcel. Ja, dat was het in het begin ook wel. Alleen toen draaide die man zich om en die riep naar Marcel, wat zaken doen? Waarop Marcel reageerde, mit zwei handen geht's besser. Trouwens ook veel best aan het geeft, dat is de Duitse Psy. Die is ook een hele grote hit. Ach, waar is die hit dan? Ja, de nummer heet Untergang am Stahl.
Maar jongens, ik moet plassen. Nu? Ja, nou. Ja. Nee, nee. Zet hier aan. Ik moet echt plassen. Weet je, jij krijgt dit ook weer altijd voor elkaar, hè, jongen. Maar hoe gaan we het oplossen? Ja, ik weet het niet. Zullen we even kijken wat de handleiding zegt, jongens? Ik vind het wel een goed idee. Even iedereen even opzoeken. Iemand is gevonden? Ik heb alweer niks gevonden. Ah. Ik ook niet. Wacht, ik heb wel weer iets gevonden. Goed, nou, hier staat het. Kies een centrale plek waar de behoefte wordt gedaan. Denk aan de wind, aangezien de geur zeer vervelend kan zijn. Die komt van die kant. Nou, dus dan moet jij die kant plassen. Dat zei ik, helemaal goed. Ja. Nou, hier op de grond dan? Nee man, niet op de grond. Hier, gebruik de bekertje maar. Dat is een masterstraal. Jongens, en nu? Ja, weggooien, niet hier alweer. Lijkt me dat hij wist dat hij kwam. Maar jongens, wel eerlijk gezegd, nu we zo op reddingsmissie zijn, hè, ben ik blij dat we geen trainingen meer hebben. Ja, hadden jullie dat nog goed volgehouden, dat thuis gekregen? Nou, kijk je en dan zo te zien niet. Dik. En ik moet zeggen, ik heb het zelf aardig volgehouden. Ik doe intervaltraining. Intervaltraining? Wat is nou een intervaltraining? En nou, je begint hard met rennen en dan doe je even rustig aan en dan weer hard rennen en dan doe je weer rustig aan enzovoorts. Oh, is dat intervaltraining? Maar dat doe ik ook aan, hè. Ik doe altijd eerst heel hard rennen en dan stop ik. En dan rust ik 2 maanden uit. En dan begin ik weer en dan stop ik rust ik 2 maanden uit. Dat is ook hard altijd. Ik bij SVS trainen, gewoon in selectie. Lijkt succesvol of niet, die selectie van SVS? Ja, ik zou zeggen, ze kunnen beter een damesteam oprichten, dan pakt er tenminste iemand nog een periode. Maar de jeugd doet het wel aardig volgens mij. Ja, een paar teams zijn nog kampioen geworden. Laatst ik bij een wedstrijd van de DW eens kijken, tegen een weeshuis. Maar daar ging hem niet netjes aan toe. Ik ben niet netjes aan toe. De D tegen het weeshuis. Wat kan er allemaal gebeuren? Ja, er riep iemand langs de kant van, hey, het is je moeder, nee, dat kan wel harder. Ja, tegenwoordig wandelen er ook veel mensen rond de CSB. Ja, dat klopt trouwens, want laatst liep ik achter weer Moenie Kraaimakers en Belinda Rijmakers. Die twee blondjes? Ja, die twee blondjes die daar zitten. En toen zei Melinda, toen zag Melinda een bananenschil en toen zei ze, oei, daar gaan we weer. Over nog een blondje gesproken. Hebben jullie Frank Fleming laatst nog gezien? Ik heb hem al helemaal niet meer gezien. Ik ook niet. Maar ja, die jongen schijnt laatst ziek te zijn geweest, hè? Ziek? Oh ja, ziek. Hij had in ieder geval last wanneer hij aan het plassen was. Maar dat bleek uiteindelijk hovenierstenen te zijn. Maar Frank had ook last van zijn rug, want zijn auto kon niet veren. Even terug naar SVS. SVS een echt atleet, hè? Jos Pleut, die zit ook niet lekker in zijn vel, of wel? Nee, hoezo niet? Nou, ik heb gehoord, Ronald Peters was de laatst een brood kopen. En die had zijn zoontje Dan, ja. Niks aan de hand. Totdat hij ging afrekenen. Nou, wat was er gebeurd? Nou, Jos die vroeg aan Dan, lust je nog een plakje worst? Maar op Dan, heel schattig en onschuldig als hij is, antwoordde, Ja, dat lust ik wel. En Jos reageerde weer. Nou, dan rot je erop naar de slager om de hoek. Oké, mannen, ik heb even een raadseltje om de spanningen weg te halen. Dat kan wel nodig, ja. Waar ligt de vrouw altijd na de seks?
Nou dan, ik weet het niet, maar jij waarschijnlijk wel. Altijd in de weg. Maar ik heb er nog eentje. Wat heb je als twee potten bij elkaar liggen en de ene heeft zin in seks en de andere niet? Eén pot nat. Jazeker. Maar, ik heb er nog één. Het is groen en het ruikt naar gele verf. Mauw. Groene verf. Man, wat duurt het lang? En die rens is nog steeds niet gevonden, hè? Beter hadden we een hond of zo, dan kon die mooie rens op zoiets opsporen. Ja, ik had nog geprobeerd die hond van mooie bloed te regelen. Hier is die hond, die is hier flink aan het trainen, dus schijnt flink op succes te zijn. Ja, maar tegenwoordig gaat het niet meer zo lekker, hè? Die relatie tussen Morgan en zijn hond. Oh, nee, hè? Nee. Die schijnt, hè, dat de hond heeft daar helemaal geen zin in. Gecommandeerd van Morgan de hele tijd. Die doet veel liever gaten graven zo in de tuin daar achter bij Morgan. En ja, dan kan je dat wel, hè. Als iemand graag gaten graaft, dat ruikt Dirk hem kut. Dus is een keer naartoe gegaan naar Morgan, heeft hem gevraagd of hij op sollicitatie wilde komen. En ja hoor, inderdaad, die hond kwam op sollicitatie. En hij heeft gelijk de baan gekregen, hier is hij op zijn nieuwe werk. Man, kom we hier maar weg. Gewoon, naar een vrouwtje, terug in de tijd of zo. Ja, nou, een jaar of vijf geleden, wie wil dat nou niet? Maar ja, heeft er iemand een tijdmachine of zo? Nou, als ik een tijdmachine had gehad, dan zou ik het wel weten wat ik ermee zou doen. Nou, vertel. Vertel dan. Oh, je wil het echt weten? Ja. Ja, dat zullen we het echt weten. Nou, als ik een tijdmachine had, dan zou ik teruggaan naar de kruising van Jezus. En dan toch maar tegen die kerel zeggen, het boek was beter. Nou, hier toch zitten en Rens toch kwijt is, kan ik je rust vertellen wat hij tegen mij in het geheim heeft verteld. Badass. Ja, ik bedoel, negen maatjes onder elkaar en met jullie kan ik alles delen. Nou, ja. Rens mij dus. Wat Rens mij dus in het vertrouwen heeft verteld, zijn grootste wijsheden voor een vruchtbare relatie. Grote wijsheden, ik ben benieuwd. Ja, hij had er vijf. Hij begon te vertellen. Het is belangrijk om een vrouw te vinden die helpt in het huishouden en goed kan koken. Het is belangrijk om een vrouw te vinden die je aan het lachen brengt. Het is belangrijk om een vrouw te vinden die je kunt vertrouwen en waarmee je goed kan praten. En het is belangrijk om een vrouw te vinden die er goed uitziet en graag met je naar bed wil. Zet hier Jorren. Mijn vijfde en grootste wijsheid is, het is belangrijk dat deze vier vrouwen elkaar nooit ontmoeten. Ook in de categorie verhalen die je eigenlijk niet mag vertellen. Ik heb er nog wel eentje over Anna van der Berg. Spannend. Wat is jouw reactie? Ah, vroeger kwam eens een keer de badkamer binnengelopen en die zag die moeder, poedeltje naakt. En die zag die moeder van die moeder en die vroeg, mama, krijg ik dat later ook? Ja, kindje, dat krijg jij later ook. Daags daarna kwam ze weer de badkamer binnengelopen en stond de vader daar. Keek ze met mijn open mond naar de klokkenspel. Papa, krijg ik dat later ook? Ja, kindje, later zoveel als je wilt. Laatste, helaas, kom ik iemand tegen, Wouter van Oever. Prima kerel, maar ik ken hem niet zo goed. Kennen jullie hem wel een beetje? Ja, ik ken hem wel een beetje. Ik ben laatst wel met hem op vakantie geweest en dat was best wel lachen. Maar ik kende die jongen daarvoor eigenlijk ook niet. Ik denk de meeste van jullie ook niet. Dus ik dacht, ik ga eens op onderzoek uit naar die jongen. Ik ga wat dingen over hem vragen en hopelijk beantwoord hij dat. En ik weet wel een beetje wat er is, maar is het gelukt? Nou, in het begin was ik een beetje terughoudend. Dus ik ging beginnen vragen, zo, wat zijn je hobby's? Wat eet je graag? Wat voor muziek luister je?
En hij wil eigenlijk niks zeggen. Ik ben nog niks opgeschoten. Nou, uiteindelijk wel, toch uit het einde van de vakantie, toen begon hij te vertellen. Toen zei hij, oké jongens, ik ga ook iets vertellen over mezelf. Hij zei, mijn favoriete eten is lekker, mijn hobby is leuk om te doen en ik luister graag naar muziek. Wat een open boek. Huis mogelijk. In het kader van in het boek van... In een boek van uitbreidingen. In een boek van uitbreidingen. Die prins van ons, die geeft zo'n impuls aan de buurt. Ze hebben zelf besloten om rondom hem een nieuwbouwwijk aan te leggen. En ik moet ook erbij vermelden dat de superheldenbuurt is, hoor ik hier. Oh ja, vertel. Nou, op 54 komt Superman wonen. Op 55 Spider-Man. Op 57 komt Batman te wonen. Kunnen jullie raden wie er op 56 komt te wonen? Nou, vertel. Ik moet drie keer raaien. Het was Boorman. Jongens, ik heb even weer een raadsel als een man. Ja joh, kom maar hoor. Hij weet ook niks in ieder geval. Nee, niet veel. Waarom doen blinden niet aan bungee jumpen? Nou. Dat de hond dan niet fijn vindt. Ik heb er nog eentje, want ze worden echt slecht. Ruben, weet je het verschil tussen een valken en een koe? Nee, dat weet ik niet. Maar het is wel vervelend voor Jelle. Een grote broer die al echt alles voor elkaar heeft. En ja, dan heb je Jelle. Ja, inderdaad, dan heb je Jelle. Ja, Kees is er ook echt helemaal niet trots op. Maar Kees had nog hoop. Hij zei, ik geef je dus 2 weken bij de parachutisten meedoen. Dan even om een slapje aan je maag af te komen. Nou, en Jelle, zo makkelijk als hij over te halen is, hè, die vond dat wel een spannende uitdaging. Zo gezegd, zo gedaan. En 2 weken later komt hij verslag uitbrengen. Ja, en wij zaten bij Kees op de koffie, hè, toen Jelle zijn verhaal kan doen. En Jelle begint te vertellen. Nou, we zaten op 4 kilometer hoogte en de sergeant maakt de deur open. En de eerste enthousiaste parachutisten springen er meteen uit. En je zag het in de Kees gezicht, hè, trots als een aap. Daar zat je bij toch, jongen? Nou, niet precies, zei Jelle. En ja, om eerlijk te zijn, dat was ook wel te verwachten. Maar Jelle ging door met zijn verhaal. Hij zei, de sergeant pakte een keer iedereen goed vast en smeet ze allemaal het vliegtuig uit. Ja, dus Kees vol hoop. En daar ging je ook niet, Jelle. Maar weer kon Jelle Kees niet tevreden stellen. Hij zei zelfs dat hij op zijn knieën smeekte om niet te hoeven springen. En hij klampte zich vast aan het vliegtuig, zo stevig, er was geen beweging in te krijgen. Ja, je zag de angst in Kees in ogen kruipen, hè. Dus hij vroeg een beetje onzeker. Jelle, je bent toch wel gesprongen? Waarop Jelle in het begin een beetje terughoudend reageerde, maar uiteindelijk ging hij verder met zijn verhaal. Hij zei de sergeant had genoeg gehoord en gezien. En hij had zijn beste instructeur erbij, een hele grote neger. En die had een zaakje tevoorschijn, 30 centimeter zei Jelle. Zoiets had hij nog nooit gezien. En onder zijn slag houdt hij ook nog 2 enorme tennisballen. Hier heb je een foto van hem. Hij gaf Jelle 2 keuzes. Of je springt nu de vliegtuig uit, of ik pak je eens goed van achter. En Kees die zei natuurlijk, en toen sprong je, of niet knul? Waarop Jelle heel onschuldig reageerde. Ja, in het begin wel een beetje pap. Maar man, waar kan die Rens toch zitten, hè? Jongens, wacht eens even, waar hebben we de hele tijd over gehad? Die jongen is prins geworden, en welke dag is het vandaag? Waar heeft dat nou weer mee te maken? 23 januari. Het is pronkzittingdag, jongens. Waar? Dat betekent... Ja? Wacht eens even. Hè? Ik heb hem bijna. Ik heb bijna met hem. Hij zit hier gewoon in de stekske, jongens. Daar zit hij gewoon. Onze reddingsmeester is geslaagd. Dank u wel.
Ja jongens, geweldig stukje. Rechts, ik denk dat je heel veel op kan zeggen. En of je dat wil zeggen, dat is jou. Ik ben eigenlijk aan het collega's van mij, hè. De hele dag niks doen en op stoelen zitten. Niet komen willen. Fantastisch. Mooi gedaan jongens, komen we een onderscheiding halen. In de spits. Echt hoor? Waarom? Je zit in het leger, die heeft goed leren schieten. Oh, dan zullen ze zeker gaan winnen vandaag. Hey Jeroen. Hey Daan. Kom jij zo bij het vet kijken of niet? Ja, wat is dat? Ja, in Wanhoop. In Wanhoop? Ja, dan kom ik wel echt snel met de trekker. Jo. Hey Daan, schiet eens op man, dat is gewoon nog te laat. Morgen. Daan, je bent weer te laat. Hoe is het mogelijk? Ja, dat kan wel gebeuren. Daan, we zijn eigenlijk aan het vergeten. Een broodje met beleg. Waarom ben je zo laat? De wekker was niet afgegaan. Maar ja, ik kan er best over komen, dat zie je wel weer. Ja, dat zien we wel weer. Altijd dezelfde. Man. Maar Daan, wat heb je gisteren gedaan als je zo eruit ziet?
Ik ben gisteren bij de kroeg geweest. Was er kei druk, jullie hebben het echt wel gemist. Weer een goede band. Weer kei druk, was echt mooi. Echt waar? Serieus? Hoe is het mogelijk? Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon bij Doc geweest, daar was tenminste wel wat te doen. Ja, ik was ook bij Doc. Zelfs de kermis kwam even langs. Maar over het vis gesproken, hier heeft Jans op het vis binnenlopen en bestelt 6 Jägermeister. De barman vraagt, waarom bestelde je 6 Jägermeister? Zegt Geert, ja, ik heb mijn eerste pijbeurt gehad. Zegt de barman, ja, die door. Kees de Bruin heeft een nieuwe speedboot, een nieuwe boot gekocht. Wel, wat een een speedboot. Oh, Rappel. Kijk toch, de fitness van Theo en Toos. Hey Dan, vind je dat er zoveel fitness hè? Ja, ik vind het af en toe wel een beetje. We hebben nu ook een nieuwe machine in de sportschool. Ik heb er zeker een uur lang gebruik van gemaakt, totdat ik muziek begon te voetballen. Het is echt een topmachine. Het had echt werkelijk alles. Mars, Twix, KitKat, ja, echt alles. En zo nu en dan doe ik ook wat push-ups, maar ja, niet te veel, anders krijg ik last van mijn armen. Weet wie ook goed push-ups kan? Onze prins Rens. Hey Rens, kom eens even hier. Kom eens even een paar push-ups doen. Ik heb er gisteren al te veel gedaan, dus ik kan niet meer. Ja, Rens, dat kan ik wel. Jouw strakke lichaam moet ik wel... Doe er maar 10. 10. Marley, doe jij tellen? Ja? Ja, wacht even. Begin maar overnieuw. Want... Nu is op de grond. 1. 2. 2,5. Hey Ellen, wat maakt die ruiten zijn geschommen? Ik kan ze helemaal niks zien. Man, die dingen zijn helemaal niet afgesteld. Zal ik niks extra doen? Ja, succes. Ik kan het proberen, maar ik weet het niet. Doe nog maar een zaak eens. Nou, ik zie weinig verschil. Nou, volgens mij zijn ze een heel stuk beter. Hé, maar jongens, de echte krachtpasser van Steve's Beek, ja, dat is toch wel Ruben Pluk. Laatst bleef ze mij met eerder in slapen. Hij trekt zijn shirt uit, hij zegt, kijk eens van dynamiet. Nou, toen trok hij zijn broek uit, zegt hij, kijk, dat is ook een mooi blok dynamiet. Zet een meisje tegen hem. Ja, maar is weinig, wel weinig lont om aan te steken. Heb je ook dat verhaal van Wout van Dijk gehoord? Nee, heeft alles. Nou, die kwam laatst op school. Vraagt de lerares waarom die zo laat was. Zegt Wout, ik ben bij de hoeren geweest. Die lerares boos, stuurt hem naar de directeur. Die vraagt ook, waar ben jij geweest? Ja, bij de hoeren. Stuurt hem naar huis. Jeanette vraagt, Wout, waar ben jij geweest? Ja. Bij de hoeren, Jeanette weer boos en Wout roept terug, ik kan ook mijn papa zijn jas ophalen. Wil je zien dat er een bier trouwens vrouwelijke hormonen zetten? Nee. Nou, als je 10 glazen bier op hebt, begin je allemaal onzin uit te kramen. Je gaat je overal mee bemoeien en je kan dan ook geen auto meer rijden. Heb je nog steeds niet gesneeuwd? Dat zou zeker de reden zijn dat de sneeuwschuur misschien stopt.
Daar had ik helemaal geen sneeuw voor nodig. Wil jij ook? Maar volgens mij komen de snelschubels er graag aan. Nee, dat kan ik helemaal niet. Dat klinkt veel te goed. Oh, hebben jullie het verhaal van Jos Boos al gehoord van die wedstrijd van laatst? Nee, vertel eens. Ja, komt Jos bij de rechter, zet de rechter tegen Jos. U blieft er zich bij dat u de scheids alleen met tomaten naar zijn hoofd heeft gegooid. Jawel, zegt Jos. Zet de rechter, hoe verklaart hij dan die bult op het hoofd van de scheids? Zegt Jos, het waren tomaten in plek. En die hebben ook gehoord van de SVS. Die hebben een nieuwe sponsor. Echt waar, wie dan? Ik doe Egberts. Ik doe Egberts. Kun je gratis punten sparen? Nee, maar ook wel anders gesproken. Ik wil vanavond ook naar het straksje. Dat werkt Magic Power. Wat denk je zelf? Ja, tuurlijk joh, dat is een kei mooi. Kan ik liever naar mijn eigen zijn luisteren? Ik heb mijn klasse. Echt zo lang klasse. Ik heb gewonnen. Wat de domme. Hé, maar jongens, hij is bijna leeg. Ik moet eigenlijk eens gaan tanken. Nou, gisteren 1-1 gespeeld. In de laatste minuut kregen we nog een penalty. Stijn van de Kruis wil een persje nemen. Neemt hij hem, schiet ernaast. S'avonds zit ik met Stijn in de kroeg. Zegt hij tegen mij: ja, wat is nou het verschil tussen een pilsje en een penalty? Pilsje gaat er bij mij wel altijd in. Zo, die is al vol gegooid. Hoeveel denken jullie dat Rensen vandaag gaat scoren? Bij de wedstrijd of vanavond? Vanavond natuurlijk. Ja, genoeg. Tom, dat was nog een andere man. Maar ik heb hem meegenomen. Naar je trekken? Ja.
zullen maar eens kijken van Renssen van Bart? Ja, is goed. Ja jongens, dat was weer succes. Onze prins. Ja jongens, echt vriendelijk. Ik weet waar die auto vandaan komt. Dat is de nou een auto van Willem Hartz. Die heeft die verkocht aan die Polen, Steven Zweek. Met Feyenoord erop. Oké, okay, mooi gedaan jongens. Ja guys, wat een mooie grapje. Jongens, ik zal ze even voorstellen van links naar rechts. We beginnen met Jeroen Heiligers. Daan Huurlijk, Sjoerd Lippes, Dark Planets en Aaron Morris. Ja jongens, ook jullie hebben de kusjes van Mali verdiend. Ik zou zeggen, ga in de rij staan en Renssen geeft jullie een medaille. Geef ze één keer een applaus jongens. Jullie hebben vast ook de titel van de pronkzitting gezien. Uitzending gemist. Heeft natuurlijk ook zijn dubbelzinnigheid. Daar hebben mensen heel veel werk verricht hier aan de achterkant om dat voor elkaar te krijgen. Je ziet de foto erop. Dus uitzending gemist. Je ziet het leger erop. Het hondje van Renssen Mali. Vet eten hield ze schijnbaar ook van. Vandaar de friet. De snelwild. Maar ja, dus als je nog dacht, waar komt die naam vandaan, uitzending gemist, is dus deels dat Renssen een uitzending heeft gemist, maar ook een fotorolletje gehaald. Jongens, ik denk dat de Buitemas klaar staat. De chef, de Buitemas klaar. Hij staat klaar.